Vandaag is het precies 10 jaar geleden, 3 september 2005, dat Caroline van Toledo werd vermoord in Oostvoorne. De zaak is nog niet opgelost, maar dat wil niet zeggen dat het onderzoek stil ligt. De politie doet er alles aan om deze gruwelijke moord op de toen 35-jarige Caroline op te lossen en hoopt daarbij op uw hulp. Op deze plek in Oostvoorne woonde Caroline van Toledo. Dit was de plek waar vroeger haar huis stond, waarin zij woonde. En waar exact 10 jaar geleden, dus op 3 september 2005, ook brand gesticht is. 3 september, dat is toch best wel eigenlijk de ergste dag van het jaar, moet ik zeggen. Dan speelt de hele film weer. 'S Morgens als je wakker wordt, dan begint alles weer wat er toen gebeurd is. En dat laat je dan de hele dag eigenlijk niet meer los. Wat is er 10 jaar geleden precies gebeurd? Zaterdagochtend, 3 september 2005, wordt in het recreatiegebied Kruiningergors een uitgebrande auto aangetroffen. Het is de blauwe Opel Astra van Caroline van Toledo. In de kofferbak vindt de politie haar levenloze lichaam. Diezelfde ochtend, tussen 5 en 6, breekt brand uit in de woning van Caroline aan de Molendijk in Oostvoorne. Het is eigenlijk voor niemand nog te bevatten dat dit Caroline is overkomen. Zij was zo'n eerlijk mens en zo altijd tevreden met het leventje wat ze gewoon had. Ze had geen grote wensen. Ze was gelukkig en er was geen uitgaanstype. Dus dat haar dan dit overkomt, dat is voor ons gewoon niet te bevatten. Wat is de reden om nu de publiciteit te zoeken? We willen dat de mensen weten dat het onderzoek nog steeds draait. De afgelopen 10 jaar zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van sporenonderzoek. En wij gebruiken deze nieuwe technieken om destijds veiliggestelde sporen om het lichaam van Caroline nader te onderzoeken. Tevens hebben wij het idee dat er mensen zijn in deze omgeving die meer weten over het misdrijf. Om wat voor reden dan ook, hebben zij die informatie nooit met ons gedeeld. En we willen ze eigenlijk oproepen om dat bij deze, om dat alsnog te doen. De familie leeft al 10 jaar in onzekerheid. Ik denk dat zij er recht op hebben om te weten wat er destijds met hun dochter en hun zus is gebeurd. De politie sluit niet uit dat de dader of daders uit de omgeving Westvoorne en Rozenburg komen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat op de ochtend van de moord is gepind met de pas van Caroline. Dat gebeurde door deze man bij een bank in Rozenburg. Het is heel belangrijk dat het een keer opgelost wordt. Dat is verschrikkelijk belangrijk voor ons. We hebben dus Caroline verloren. Die komt er niet meer mee terug. En ons leven hebben ze verwoest. Hè? Maar het mag toch niet zo zijn dat dit nooit opgelost wordt en dat ze hiermee wegkomen. Dat is voor ons eigenlijk, voor iedereen natuurlijk. Het is niet alleen voor ons dat het opgelost moet worden. Het is voor iedereen dat het opgelost moet worden. En het erge is dan eigenlijk dat er nog mensen zijn die weten van deze zaak af, maar die de mond dicht houden. Laat ze alsjeblieft gaan praten en naar de politie gaan en vertellen wat ze weten. Dat hier dus een keer een oplossing voor komt en dat we dus ook weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. We willen weten van de kijkers of ze misschien iets ter oren is gekomen de afgelopen 10 jaar. Informatie die met dit misdrijf te maken kan hebben. Informatie over de mogelijke daden of daders. Eigenlijk ieder stukje informatie. Voor de mensen zal het misschien iets onbelangrijks zijn. Dat kan net dat cruciale stukje informatie zijn wat wij nodig hebben om dit onderzoek verder te brengen. Je leert door de jaren heen een beetje beter met de situatie omgaan. De scherpe kantjes raken er wat af. Maar je leven is nooit meer compleet. Je gezin is... Je mist altijd iemand. In deze zaak heeft justitie een beloning van €15.000 uitgeloofd voor de gouden tip. Heeft u informatie in deze zaak? Bel dan met de politie Rotterdam via 0800 6070. Anoniem kan ook via meldmisdaadanoniem 0800
7000. En u kunt ook bellen met het Nationale Team Criminele Inlichtingen. 079 345 8999.